Ik heb het geschreven voor mijn broer Pierre. Nou ja, ik heb het geschreven. In eerste instantie schreef ik het voor zijn verjaardag. Maar het is veel verder gekomen uiteindelijk. En nu in samenwerking met het Oogfonds is het uitgegeven. En gaan we er geld mee inzamelen om mijn oogziekte te stoppen. Die ziekte die heet Stargardt. Omdat die door meneer Stargardt is ontdekt. En daardoor heb ik in het midden van mijn beeld, in het midden van mijn blikveld, heb ik een wazige plek zitten. Ik zelf heb het niet, ben niet zelf meteen met het Oogfonds in contact gekomen. Dat komt door mijn tante. Wacht. Ja, hi, hallo. Die doet dus ook wel wat werk voor het goede doel, ja, af en toe. En ik was dus eerder ook al aan het schrijven. En toen begon het ook een beetje, het balletje begon te rollen van, kan het boek misschien worden uitgegeven? En dat de opbrengst daarvan dan naar onderzoek naar Stargardt gaat. Ja. En dat is gelukt. Zoals je op de voorkant al ziet, er staan honden op. Dus het boekje gaat over honden. De hoofdrol, dat zijn twee hondjes. Die krijgen dan van hun baasje, die krijgen dan een bot. Maar dat wordt dan gestolen en dan gaan ze daar weer achteraan. Maar steeds raakt het dan in andere handen en dan proberen ze dat bot te pakken te krijgen. En de rest, daar moeten we het boek voor lezen natuurlijk. Ja, dat is niet meer spannend. Nee, hoeveel boekjes zijn er uitgegeven? 100 volgens mij. Ja. En er worden nog meer gedrukt volgens mij, toch? Nou, dat weten we nog niet. We hebben er nu 100 gedrukt. En we hebben vorige week, woensdag, hebben we de release gehad, zeg maar. Ja. Ronald Giphart heeft het hem officieel overhandigd. Hij heeft ook op de achterkant iets geschreven. Dat was wel gaaf, hè? Leuke man ook. En we mogen ze niet aan twee verschillende prijzen verkopen. Dus je krijgt een boekje bij een donatie. En bij een donatie van €35 krijg je gewoon het boekje. Bij een donatie van €50 krijg je het boekje. En dan schrijft Corné er iets leuks in. En meneer Giphart zat er ook een kriebel onder. Dus dat is een beetje het idee. Ja. En het heeft best wel een vliegende start gemaakt, want het gaat we hebben al meer dan de helft van de boekjes verkocht. Maar goed, we kunnen er altijd veel meer voor kopen. Ja. En nu? Want een schrijver schrijft bijna nooit maar één boekje. Ja. Ik ben bezig met een andere boekenserie inmiddels al. Die boeken zijn nog niet gedrukt en uitgebracht of zo. Maar ik heb ze al wel geschreven. Het eerste boek van die serie, dat wordt op dit moment nagekeken door iemand. En als dat klaar is, dan hoop ik dat ik daar ook wat mee kan. Dat ook uitgebracht kan worden. Ja, het gaat over... Het gaat over dinosaurussen. Ja. Klinkt ook weer heel interessant. Wat vindt je broertje eigenlijk ervan, tot slot? Want het is toch speciaal voor hem begonnen. Ja, dit boekje... dat heeft hij in één dag uitgelezen. En tussendoor hoorde ik hem ook wel lachen. Dus hij vond het echt heel leuk. Ja, hij vindt het altijd heel grappig als er dingen verkeerd gaan. En dat gebeurt volop in het boekje. Dus, Als er nou mensen zitten te kijken en die denken dat boekje wil ik ook. Dan kunnen ze op de website van het Oogfonds hem bestellen. Ja, als je naar oogfonds.stopstargardt.nl gaat. Ja, dan kan je... .nl/stop. Oh, ja, sorry. Maar als je daar dan naartoe gaat, dan kan je dan kom je gelijk bij die actie. Maar als je gewoon Oogfonds intikt, dan als op je de dan homepage op, staat het als ook, je dan op de homepage komt, dan staat het gewoon bovenaan. Dus het is niet zo moeilijk om daarbij te komen.